Jacoba van Tongeren heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd. Zij overleed in het jaar 1967 op 64-jarige leeftijd. Maar die laatste 22 jaar van haar leven waren niet eenvoudig. Ze was al ziekelijk voor de oorlog, maar de gebeurtenissen, de spanningen van tijdens de bezetting, die hebben haar gesloopt. Ze heeft bijna die volledige 22 jaar van na de oorlog op bed doorgebracht. En ze kreeg daar af en toe wel bezoek van de familie, maar nooit lang, want meer kon ze niet aan. Een van de familieleden die haar wel bezocht, was haar neefje Paul, geboren in 1942. Inmiddels een grootvader van 75 jaar. Het is me een eer om jullie aan te kondigen, de neef van Jacoba van Tongeren, hier is Paul van Tongeren. Ik stel jullie voor aan mijn vriend Paul van Tongeren, geboren in 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn familie en hemzelf is een groot leed aangedaan. Want de nazi's hebben zijn grootvader en zijn vader vermoord. Het verdriet in de familie van Tongeren was zo groot dat er eigenlijk nooit meer over de Tweede Wereldoorlog werd gesproken. Dat werd diep weggestopt. 70 jaar lang is Paul van Tongeren op slot geweest. Hij wilde er niets van weten. Maar 5 jaar geleden is er iets bijzonders gebeurd in zijn leven, waardoor hij toch besloot om in de familiegeschiedenis te duiken. Paul, welkom. Kan jij aan de jongeren van de scholengemeenschap Thorbecke vertellen wat jouw familie is aangedaan? Tijdens de Duitse bezetting hebben de nazi's zowel mijn vader als mijn grootvader vermoord. Mijn grootvader was voorzitter van de vermetselaars. En de vermetselaars streven naar zelfkennis, naar tolerantie, verbinding tussen mensen en zijn tegen racisme en discriminatie. Als voorzitter van de vermetselaars heeft mijn grootvader in de 30er jaren vaak ook gesproken en geschreven over wat er in Duitsland gebeurde en hoe fout dat was. En de nazi's waren gebeten op vermetselaars, niet alleen in Nederland, ook in andere landen. Toen, mei 1940, de Duitsers Nederland binnen, was het ook zo dat mijn grootvader wist meteen dat hij moest oppassen. Maar hij heeft toch meteen verzetsactiviteiten ontplooit, spionagegroep opgezet en dergelijke. Maar en hij betrok bij die activiteiten meteen zijn dochter Jacoba. Hij was een man van aanzien. Hij was zijn militaire carrière geëindigd als generaal. Dus hij was ook in Amsterdam, waar hij woonde, van aanzien. En daarom kwamen ook mensen naar hem toe. Maar oktober 40 werd hij gevangen genomen. En begin 41 werd hij al afgevoerd naar een kamp in Duitsland. En daar kwam hij om. Mijn vader woonde met zijn gezin in Heemstede, bij Haarlem. En zat ook in het verzet. En in september 1944 eisten de Duitsers ons huis op. En toen ze binnenkwamen, vonden ze daar bladen, verzetsbladen die nog verspreid moesten worden. Maar ook een groot portret van mijn opa, die dus al was omgekomen toen. En dat deed alarmbellen rinkelen. En ze hebben mijn vader toen meteen meegenomen voor verhoor en uit de rijdende auto gegooid en doodgeschoten. En de volgende dag werd mijn moeder met 5 kinderen, ik was de jongste, ik was 2 jaar, werden wij allemaal het huis uitgezet. Dit heeft een impact op ons gezin gehad die enorm is. En er werd nooit, nooit over gesproken. Het was te pijnlijk, het was te groot verdriet om daar nog iets over te zeggen. En we drukten het weg. En mijn moeder heeft de laatste 20 jaar van haar leven niet meer gesproken. Ik trok er de conclusie uit dat ik niets met die ellende van de oorlog, wat onze familie had ervaren, wilde weten. Dus ik had dat helemaal weggestopt en ik heb ook eigenlijk geen herinneringen aan voor mijn 10e jaar. Dat heb ik niet. En ik besloot dat ik wil eigenlijk
andere dingen doen. Ik wil de wereld verbeteren. En ik heb mij 50 jaar lang ingezet voor internationale samenwerking. En wat kun je doen om aan conflicten in de derde wereld, in Afrika, en aan burgeroorlogen, en hoe kun je aan conflictpreventie werken. Dat heb ik met veel enthousiasme gedaan, 50 jaar lang. Ik ben al 50 jaar getrouwd met Els. Wij zijn gelukkig getrouwd. We hebben 2 kinderen en 5 kleinkinderen. En dus ook goede dingen in mijn leven. Ja. Je hebt je grootvader niet gekend, je hebt je vader niet gekend, maar tante Jacoba wel. Wat kan je aan ons vertellen over je herinneringen aan tante Jacoba? Ik heb haar een paar keer ontmoet, maar zoals gezegd, Jacoba is vrij snel na de oorlog was ze permanent aan het bed gekluisterd. En als je erop zocht, was dat hoogstens een half uurtje, niet langer. Want dan was het te veel voor haar. Maar ik wilde, toen ik pakweg een jongen van 18, van 20 of zo was, ik wilde niet over de oorlog praten. Ik wilde er helemaal niks over weten. Ik wist er iets van, maar dat ze zo'n heldin was, wist ik totaal niet. Ja, dus je hebt eigenlijk 70 jaar lang in onwetendheid geleefd. Ja. Wat is dan in vredesnaam de reden dat je zo 5 jaar geleden opeens wel naar de familiegeschiedenis bent gaan zoeken? 5 jaar geleden, toen vroegen mijn oudste kleinzoons, Tijn en Sies, van toen 13 en 11, die vroegen: opa, waarom zijn jouw vader en je grootvader zijn die vermoord door de Duitsers? En natuurlijk kon ik daar een eenvoudig antwoord op geven, maar het maakte mij wel bewust van ja, dat dat toch eigenlijk gek was dat ik daar zo weinig van af wist. En dat het nu maar eens over moest zijn met dat wegstoppen. Dus ik ging op zoek. Paul gaat op zoek naar de familiegeschiedenis. De eerste plek waar hij naartoe ging was de bibliotheek in Amsterdam, waar ze gespecialiseerd zijn in de Tweede Wereldoorlog. Dat is het NIOT, aan de Herengracht. Hij gaat daar naar binnen en hij zegt tegen die man aan de balie: mijn naam is Paul van Tongeren. Mijn grootvader en mijn vader zijn vermoord door de nazi's, maar ik weet er eigenlijk weinig van. Hebt u daar iets over te lezen? Toen zei die man: meneer van Tongeren, welkom. Gaat u maar even zitten in de wachtkamer, hier in de leeszaal. Ik ga voor u op zoek. En die man verdween en Paul bleef achter in die leeszaal op een stoel, kijkend naar een boekenkast die vanaf de grond tot aan het plafond gevuld was met duizenden boeken over de Tweede Wereldoorlog. Plotseling werd zijn aandacht getrokken door 1 specifieke map. Ik weet ook niet waarom dat was. Maar hij keek naar die map. Toen stond hij op. Liep erheen. En wat gebeurde er toen? Ja, ik moest onweerstaanbaar die map eruit halen. Ik sloeg hem open. En het is onbegrijpelijk. Maar op de eerste bladzijde van die map kwam ik wel 10 keer de naam van Jacoba van Tongeren en van Hermannus van Tongeren tegen. Die werden er vaak genoemd. En op bladzijde 1 onderaan stond een voetnoot en daar stond: zie de niet uitgegeven herinneringen van mejuffrouw J.J. van Tongeren in het archief van de vrijmetselaars. Ik was perplex. Niemand van ons, niemand van de familie, wist dat Jacoba kennelijk herinneringen had opgeschreven. Dus ik moest verder zoeken. De vrijmetselaars zijn een organisatie die willen het goede in de mens omhoog halen. En ze hebben een bibliotheek in Den Haag. Daar zouden de herinneringen van Jacoba liggen. Dus Paul gaat naar Den Haag, gaat die bibliotheek binnen, zegt tegen die meneer achter de balie: mijn naam is Paul van Tongeren, als het goed is liggen de herinneringen van mijn tante Jacoba hier. Die man wist dat niet precies en zei: ik moet dat even voor u nakijken, loopt u maar even mee. Dus zij liepen door het hele gebouw op zoek naar die herinneringen, bibliotheek in, bibliotheek uit, niets te vinden. En er was nog maar 1 kast te gaan. Als het niet in die kast lag, dan was het onvindbaar. Dus ze gaan daar naar binnen. En helemaal achter in die kast, op een stapeltje tegen de muur, onder een laagje stof. Wat lag daar?
Toen kwam die man met een kleine map naar mij toe. Een map met een grote strik eromheen en er stond inderdaad op een etiket herinneringen mejuffrouw J.J. van Tongeren. En zoals gezegd, het stof sloeg er vanaf, want het had daar waarschijnlijk 50 jaar zo gelegen. En toen ik het openmaakte, bevatte het wel 300 handgeschreven bladzijden over haar leven. En ik was werkelijk perplex, weer perplex, dat er zoveel aantekeningen waren van Jacoba waar we niks van wisten. En ik mocht fotocopieën meenemen en thuis hebben we dat, mijn vrouw en ik, hebben dat gelezen. En nou, het was heel schokkend om dat te lezen en ook heel natuurlijk soms verheugend over mijn grootvader, over wat het ook wel hele zware leven van Jacoba, maar soms ook over het voerig over alles wat ze in het verzet had gedaan en soms ook heel tragisch. Zoals ze beschreef, hoe mijn vader was vermoord. Dat beschreef ze in detail. En daar moesten we toen echt om huilen wat ze daar had beschreven. Maar het was een prachtig verhaal. En we waren toch eigenlijk, toen we dat allemaal zo lazen, ook heel trots te lezen dat we een heldin in de familie hadden. Want dat wisten we niet. En dat was fantastisch. En ook dat ik nu wist, nou, nu kan ik mijn kleinzoons en ook anderen, daar kan ik een mooi antwoord geven wat allemaal in de familie heeft gespeeld. En wij besloten toen, daar moet een boek van komen. Dit is te belangrijk, dit verhaal, ook over het verzet. Dus binnen 2 jaar heb ik toen daar een boek over geschreven. En in 2015 is dat door Job Cohen aangeboden aan de burgemeester van Amsterdam, toen Eberhard van der Laan. Want die zei, ja, het blijkt dat een onbekende grote Amsterdamse verzetsgroep van wel 140 man, dat die duizenden onderduikers heeft verzorgd, dat is nieuws. Dat was niemand bekend, dus daarom dat boek. Dat is Jacoba van Tongeren en de onbekende verzetshelden van groep 2000. En zo kwam Paul erachter dat zijn tante een verzetsleidster was geweest. Hoe kon het zijn dat zij zo machtig leiding kon geven aan zoveel mensen? Hoe kwam zij aan haar leiderskwaliteiten? Ja, dat was ook een van de, zeg maar, geheimen die in het boek stond. Jacoba, dat wisten we, die was in Indië geboren in 1903. Indië was een Nederlandse kolonie toen, het heet nu Indonesië. Maar wat wij niet wisten is dat Jacoba voor een groot deel is opgevoed door haar vader. Een echte militair. Haar moeder die had gezegd tegen haar man, neem jij Jacoba maar mee, want jij als militair legde hij bruggen aan in het oerwoud. Hij was van de genie. En dus ging Jacoba mee en leefde in vrij grote eenzaamheid bij zo'n brug, waar dan haar vader, en dat kon jaren duren, een brug aanlegde. En haar vader had geen opleiding voor hoe voed je een klein meisje op. Dat had hij niet. Dus zij werd als een militair, als een jongen, met grote discipline, werd zij opgevoed. En daar heeft zij van geleerd, wat haar later heel erg van pas kwam in de oorlog, om een verzetsgroep te leiden. Jacoba van Tongeren, zij leerde ook van haar vader om geen namen te gebruiken in het verzet, maar om cijfers te gebruiken om je mensen en de onderduikers te beschermen. En er waren twee manieren, twee soorten codes eigenlijk, die ze hanteerde. De eenvoudigste was de manier waarop ze de mensen van haar groep, de verzetstrijders, beschermde. Daarvoor gebruikte ze een systeem wat ik ook kan bedenken eigenlijk, waarbij de A een 1 wordt, de B een 2, de C de 3. En omdat zij van Tongeren was, begon haar cijfer met het getal 20. Want T is de 20ste letter van het alfabet. Dus de T. En daarna gebruikte ze op aanraden van haar vader een zogenaamde verbindingsnul.
om de tegenstander te verwarren. En daarnaast kwam er een getal dat betekende de volgorde van binnenkomst in de groep. En zij was de eerste die binnenkwam in de groep 2000 met de achternaam met een T. En daarom gaf ze zichzelf een 0, omdat ze namelijk niet begon te tellen bij het getal 1, maar bij het getal 0. Dit is de oorsprong van haar naam 2000. Maar Rudy Bloemgarten, die met haar samen uit de trein sprong om haar te beschermen, die 2010 werd genoemd, die ontleende zijn naam aan het getal 2, omdat zijn achternaam Bloemgarten met een B begon. Daarna kwam de verbindingsnul. En Rudy is zeker de 11e persoon geweest die binnen de groep kwam met een achternaam met een B. Normaal gesproken had hij 2011 moeten heten, maar zij begon immers te tellen bij 0. Vandaar dat hij 2010 werd. Compleet anders opgebouwd, die twee namen. Dit was nogal een simpele manier van nummering. De onderduikers werden nog beter beschermd. Daarvoor nam Jacoba de 26 letters van het alfabet, terwijl ze er maar 25 nodig had. Dus ze deed één letter weg en ze kon kiezen tussen de Q en de X, omdat die het minst voorkomen in de Nederlandse taal. En ze deed de Q weg. Toen had ze nog 25 letters over, waarbij ze ze op rijen van 5 zette, 5 horizontaal, 5 verticaal. En als ik het was geweest, had ik vermoedelijk de A op 1 gezet en de B op 2 en de C op 3. Maar dat is te eenvoudig. Nee, Jacoba werkte met een codewoord dat alleen zij kende en haar naaste medewerkers. En omdat het toch in het boek staat en jullie het boek cadeau krijgen, je kan het op school in de bibliotheek gaan lenen, kan je dit ook opzoeken. Het codewoord was Breda. Dat zette zij op de onderste regel van het vierkant. En waarom koos zij voor het codewoord Breda? Omdat dat de stad in Brabant is waar haar vader de militair werd opgeleid tot officier aan de militaire academie die vandaag de dag nog bestaat. Maar omdat ze gekozen had voor het woord Breda, kwam de A niet op 1, maar op 25. De B kwam niet op 2, maar op 21. De C doet niet mee in Breda, die kan op 1 komen. De D doet echter wel mee, die kwam op 24. De E doet mee op 23. Maar de F niet, die kwam op 2. En zo kunnen we het verder helemaal invullen. De G komt op 3. H, I, J, K, L, M, N, O, P. De Q mocht niet meedoen. Q. Oh, de R doet mee. Op 22. Dan moet dit een S zijn. T, U, V, W, X, I, Z. Dit was informatie die in die envelop zat. Als de Duitse bezetter dit blaadje had ontvangen, dan hadden ze het codewoord herkend. En dan liepen al die mensen groot gevaar. De mensen die in onderduik zaten. Maar alleen Jacoba zelf wist het woord Breda en een paar van haar medewerkers. Paul, toen je het boek geschreven had, wilde je natuurlijk ook foto's erin plaatsen. Ja. Eerst was je schrijver en toen werd je eigenlijk een detective. Waar moest je naar op zoek? Zoals in de Bonnenkoningin, wat jullie vanmiddag hebben gehoord, had Karel noemde de nummers. He, dan zei hij 875 of 2010. Zo was het ook. Bij die herinneringen lezen, daar stond het nog in code. He, dus het eerst was het om uit te vinden welke naam hoort daarbij. He, dus dat was de eerste stap. Daarna had ik dan een naam, laten we zeggen Bloemgarten of Aardis of Abbas. Maar dan moest je iets te weten komen over dus die persoon. En dat was dus een heel gezoek. En soms deden we dat, er zijn verschillende manieren. Maar een van de was dat Els en ik bijvoorbeeld het verdeelden. En dan gingen we kijken, omdat we hoopten dat er nog steeds familie in Amsterdam woonde. Jij belt er 5 en ik bel er 5. En dat moet ik wel zeggen, dat was toch wel een van de, nou naast het schrijven, een van de ontzettend leuke en spannende en ook verblijdende activiteiten om zo dat speurwerk en families blij maken. Want die wisten dat niet. Die wisten niet dat hun ouders of een opa of een tante in het verzet had gezeten. Dat wil ik toch ook even nog met grote nadruk stellen. Omdat mijn start in mijn leven is heel is tragisch geweest en is pijnlijk en verdrietig geweest. Maar zo die laatste jaren hier aan werken en ook zoveel families
blij maken. Met dat zij dus ook zicht hebben dat ze trots kunnen zijn op hun familie, is heel fantastisch. En daarnaast is mijn hele leven toch, door mijn huwelijk met Els, door de kinderen die we hebben, doordat ik aan een toch wat wereldverbetering, aan wat kun je daarvoor doen, heb kunnen werken, dat ik toch, ondanks die start, blij ben met dat leven. Dat wil ik gezegd hebben. Paul heeft al die verzetstrijders kunnen vinden qua naam en van de meeste ook de foto's verzameld. Die staan in het boek. Ik zal er een paar laten zien. Hier heb je bijvoorbeeld nummer 245. Ik heb over haar verteld. Dat is de mevrouw die op het laatst bij die vergadering binnenkwam samen met 4022 om te zeggen dat ze een wandelingetje waren gaan maken en dat de Duitsers in het kantoor zaten. Leni Broersma heette ze. Hier hebben we bijvoorbeeld Rudy Bloemgaarten, 2010. De jonge man die op 23-jarige leeftijd werd doodgeschoten. De man die als non verkleed uit de trein sprong, samen met 2000. En hier heb je bijvoorbeeld meneer Leo Vervoerd, die de verstopplek heeft gemaakt op Stadhouderskade 56. En die samen met zijn zoon Henk is gefusilleerd in het Weteringplantsoen. Een tragedie voor de familie Vervoerd. Maar realiseer je eens, niet alleen de familie Vervoerd was getroffen, daar stonden 30 schuldeloze mensen die allemaal zijn opgeofferd om de Amsterdammers een lesje te leren. Jacoba van Tongeren had de moed om in te gaan tegen een racistische dictator Adolf Hitler, met gevaar voor eigen leven. En in die tijd waren de Joodse mensen en ook de homoseksuele mensen en de politieke tegenstanders waren het doelwit van dictatuur. Die moesten voor hun leven vrezen. Er zijn nog steeds oorlogen in de wereld en de ene oorlog is nog gruwelijker dan de andere. Ze bestaan nog steeds. Wij hebben inderdaad geluk dat wij hier in vrede leven. In relatieve vrede, maar eigenlijk wel, kan ik wel zeggen, in praktische vrede. Want er is hier geen oorlogsdreiging, op dit moment althans niet. Maar de dingen kunnen veranderen, want wij mensen zijn ongelooflijk dom. Er zijn mensen die beschouwen hun eigen volk als het beste volk en andere volken als minderwaardig. Als er zo iemand aan de leiding komt, dan moeten sommige groepen mensen vrezen voor hun leven. En de Tweede Wereldoorlog, daar wordt wel eens over gezegd, oh, daar hebben we weer de Tweede Wereldoorlog. Maar waarom draag ik van harte bij om daar nog steeds verhalen over te vertellen? Dat is omdat de mens zich toen wel op zijn slechtst heeft laten zien. Niet alleen sloten ze mensen buiten en gingen ze mensen vermoorden, maar ze gingen dat ook nog eens heel goed organiseren. Met het eerst isoleren van mensen en ze dan in treinen zetten en ze dan afvoeren naar, in dit geval was dat dan Oost-Europa, waar ze moordfabrieken hadden gebouwd, waar 6 miljoen mensen zijn vergast. Dat waren dan de Joodse mensen voor het grote deel. Maar dat wij dat kunnen bedenken, wij mensen. Nou, ik ben het niet geweest en jullie zijn het ook niet geweest. Maar het is de menselijke soort die het kan bedenken. En door dit werk, samen met Paul van Tongeren en de anderen, probeer ik jullie te waarschuwen. Dat is waarom ik hier sta. Want het bestaat nog steeds. En ook in de tijd van Hitler eindigde het met die enorme moordpartijen. Maar het begon met kleinpesten. Eerst werden kinderen op straat gepest en volwassenen op hun werk. En kinderen mochten niet meer naar school. En volwassenen werden ontslagen en ze mochten daar niet meer wonen. En ze werden opgepakt, ze werden mishandeld. En er waren anderen die het zagen gebeuren. Maar jullie weten toch dat er 4 manieren zijn hoe je kan reageren als deze dingen gebeuren. Als je ooit pesten ziet, er zijn 4 manieren om te reageren. En daar wil ik zo graag nog even met jullie over praten. De eerste manier wat je kan doen als jij pesten ziet in het klein of in het groot, kan je zeggen, ik hoef het niet te zien, ik wil het niet zien, ik kijk weg. Voor mij bestaat het niet, ik wil gewoon gelukkig leven. Dat is ontkennen, dat is wegkijken. Dat is de eerste manier. De tweede manier is dat je gaat samenwerken met de pestkoppen, met de onderdrukkers. Want dan hoop je natuurlijk dat ze jou met rust laten. Heb jij geen last? Dat heet collaboreren. Dat is een mogelijkheid. De derde mogelijkheid is dat je het zo vreselijk vindt wat er gebeurt in het klein. Bijvoorbeeld op straat of in een winkel of op een voetbalclub of in een school. Dat je het niet pikt. Dat je er wat van wil zeggen. Maar ja, dat is gevaarlijk. Want jij kan ook het mikpunt worden. Kunnen ze achter je aankomen. En in het groot kan dat je leven kost. Dat is in verzet gaan. Wie durft dat nog? En heb je nog een vierde manier?
die zie je ook heel veel op tv trouwens. En dat kan ook in het klein zijn, dat je wegvlucht. Dat je gewoon weggaat van die plek. In het groot betekent dat je naar een ander land moet gaan. We zien het voortdurend op tv. Mensen die vluchten uit oorlogsgebieden. En ik weet ook niet wat ik zou doen. Ik weet niet of ik zou wegkijken, of ik zou collaboreren, of ik me zou verzetten, of dat ik zou vluchten. Ik weet het niet, ik weet het pas als het gebeurt. Maar ik ken die vier dingen wel en ik hoop dat ik het goede kies. Mijn vraag aan jullie is, ik weet dat het in Amsterdam gebeurt en in heel Nederland en ook in Zwolle. Dat mensen lelijk doen over anderen met een andere huidskleur of met een andere afkomst of met een ander geloof of met een ander uiterlijk. Het kunnen mensen zijn met een handicap die het mikpunt zijn, of de homoseksuelen, of mensen van een bepaald geloof. Maar het gebeurt. Er wordt lelijk gepraat over anderen. En wat doe je dan? Wegkijken? Collaboreren? Verzetten? Of vluchten? Misschien was je zelf wel het mikpunt. Misschien is het jou wel overkomen. Of je zag het gebeuren. En ga na bij jezelf. Wat zou ik doen in zo'n moeilijke situatie? Heeft een van jullie nog een vraag voor mij misschien? Dat mag ook nog. Of aan Paul. Paul, kom nog even bij me zitten. Geen vragen? Dan wil ik tegen jullie zeggen, dankjewel. Dankjewel Thorbecke Scholengemeenschap. Dankjewel jullie dat jullie gekomen zijn. Paul van Tongeren, de auteur. En Karel Barrage, de stadsverteller van Amsterdam. Wij wensen jullie een lang en gelukkig leven zonder racisme en zonder discriminatie. Nee.